Vandaag is bij Woonzorgcentrum Vredehof de eerste oldschool tentoonstelling officieel gestart. Hierbij open ik de oldschool. Bij dit deelprogramma van de oldschool gaan we met bewoners in gesprek aan de hand van oude voorwerpen die ze bezitten. Items die voor mij niet bekend meer zijn of voor de studenten helemaal niet bekend meer zijn, maar waar we opnieuw de waarde van hebben geleerd. En ze hebben juist heel veel verrassende conversaties gestart. 10 getalenteerde studenten van Artes hebben meegeholpen met het ontwerp en de bouw van de tentoonstelling. Kijk, we zijn mooi de latjes aan het bevestigen zodat het maar stevig wordt. En dan dat het dadelijk mee kan naar Vredehof voor het verder bouwen. Wij kregen de taak om de verhalen die verzameld werden, om die op een andere manier interactief te maken. Een van de verhalen was van de bewoners, dus dat ze vroeger tango dansten. En toen dachten we, nou, we kunnen dus een verhaaltje zetten over dat ze aan het tango dansen is. Of we maken het echt actief en dat je letterlijk in het gebouw kan gaan tango dansen. Mag ik een heel hartelijk applaus voor deze studenten? Ik vond het heel fijn en mooi dat het over echte mensen gaat. Dat het iets groter is dan de projecten die ik op school doe eigenlijk. Dat het echt een tentoonstelling is en dat het ergens over gaat, zeg maar. In plaats van iets wat alleen maar uit jezelf komt. Hoe leg je contact en hoe krijg je informatie boven die je wilt? En dat was echt heel lastig voor ze in het begin. Je leert hierdoor vertalen. En vertalen is hun werk als docent. Dus welke kant je op vertaalt, dat maakt dan niet zoveel uit. Maar dan leer je je denken daarop richten. En creatiever daarin worden en alle kanten op kunnen vertalen. En dat is heel waardevol. Vanaf nu kunnen bewoners van Vredehof items toevoegen die anders uit het zicht zouden blijven. Ik heb uitgekozen naar aanleiding van onze gesprekken een paar totaal verschillende dingen. Denk je, als je een gat in je sok hebt, had, dan duwde je dit ding erin. Je nam je de draad met de naald en dan hup, trok je die lijnen door en dan zo dwars erop. En dan was netjes een sok weer gestopt. Maar ik vind het nuttig als je daar zoiets eens laat zien. Dat je gewoon zegt, ja, daar zit het hele maatschappelijk leven van naoorlogse tijd in. Iedereen is welkom om deze items en de bijzondere verhalen te gaan ontdekken. We willen op deze manier met bestaande middelen musea gaan vormen die de geschiedenis van hun regio laten zien. Komt u binnenkort ook kijken bij Vredehof?